Goedemorgen, het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe vlog. En ik heb een tijdje niet gevlogd. We waren bezig met het Nederlands team en daar wou ik me gewoon op focussen. Dus ik heb nog een paar beelden en die ga ik in een vlog zetten van aankomende week. Zodat jullie ook een beetje kunnen kijken hoe het daar was. Ik een beetje maar. En van de reis ga ik een stukje doen. En vanaf nu ga ik gewoon weer vanaf deze week filmen. Dus... Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Wij gaan naar Nederland. Oh, je bent echt knap nu. Met je wimpers zo, ja. So confused, don't know which way to move. Hold my hand and let me know you feel me too. Look into my eyes and tell me, baby, I love you. Never get wet, cause I'll be your umbrella. We can make it through any kind of weather. You step up, I'll step up, boy. Cause I'm trying to be with you forever. Boy, no matter what we go through, you step up, I'll step up too. Oké. Kaaien pas precies tussen. Oké, dus wat willen we zeggen voor de mensen? Ik heb ook niet geschorst. Oh, oké. Okay. Ja. En jij? Pak ik veel zin in. Zo, kijk deze mijn flexen. Het is niet te doen, kan ik. Oh! Touch. Gaat-ie? Ja! Ja! Hey! Oh! Zit hij erop? Hij stond erop. Klaar met trainen? Jee! We hebben vandaag gewoon twee keer getraind. Eerst om 10 uur en toen om 6 uur. Eerst moest ik een video kijken. En hij is iedere keer niet zo scherp. Of het licht is hard. Maar toen moest ik een video kijken. En wij krijgen altijd plays van de tegenstanders. Dus ik weet niet hoeveel weken geleden we al tegen hun hebben, tegen hun hebben gespeeld. Dus ik had het niet echt meer bovenaan op de stapel liggen of zo. Want we hebben echt serieus een pleurenstapel. En nou, ik dus zoeken. Ik had natuurlijk nog maar 5 minuten. Want we moesten ook nog
Nou, never mind. Gewoon niet interessant, Janice. Ik had nog 5 minuten en dan moesten we gaan. En natuurlijk ga ik dat op het laatste moment ga ik dat zoeken. En ik kon het gewoon niet vinden, dus ik helemaal in de stress. Toen dacht ik, bitch, waarom stress je? Je kan gewoon eventjes een blaadje met gewoon een paar plays voorop doen. En de achterkant gewoon blanco doen. En dan neem je gewoon plays van een ander team mee. Dus ik dacht echt, smart is. En oh ja, wij zijn met kerst waarschijnlijk een paar dagen vrij. Ligt eraan of we binnen nu of niet, hoe lang we vrij zijn. Maar als het goed is, zijn we, als we alles nu winnen, zijn we de 17e vrij. En dan willen Kort en ik naar Nederland gaan rijden. Dus we hopen echt dat het mag. En dan willen we een tussenstop maken in Berlijn, want we komen hier de 16e, denk ik. Best wel laat aan en dan willen we gewoon gelijk doorrijden. En dan is er geen file en zo, want anders is er zoveel file als we pas in de ochtend weggaan. En dan willen we een stop maken in Berlijn en dan gaan we daar gewoon in de stad kijken. En dan gaan we doorrijden naar Leeuwarden en zij door naar Den Helder. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en we hebben een wedstrijd Europa Cup tegen Agusport. En we hebben eerst om 10 uur shoot around. Dus ik ga nu even een ontbijtje maken en me klaarmaken. En dan gaan we naar training. Oké, ik ben zo goed als klaar. Ik ga nu even ontbijten. Ik heb nog 20 minuten om te ontbijten, dus... Oh, fuck. Nog 13 minuten om te ontbijten, dus dat ga ik nu snel doen. De wedstrijd is om 7 uur en ik wacht nu op Kort en Tanja. En dan gaan we de wedstrijd doen. Hoe vandaag? We spelen dus tegen een Turks team en dat is eigenlijk best wel een heel goed team. Dus het gaat een leuke wedstrijd worden. Maar ik denk dat we hem zeker wel kunnen winnen. Oh. Jake? Jee! Oké, wij zitten bij de Mackie. Ik mag Kort even niet filmen. Maar we hebben gewonnen. Dus nu zijn we waarschijnlijk zeker door, toch? In de Eurocup. Oké, nu kan ik even in alle rust beschrijven hoe de wedstrijd is gegaan. We stonden al best wel snel voor en we begonnen ook super goed. Dus op een gegeven moment stonden we denk ik met 15 voor of zo. Dus we gingen de rust in met 15 voor en het derde kwart is altijd wel een beetje tricky bij ons. Dus het ging natuurlijk ook weer mis. We stonden op een gegeven moment, in 10 minuten tijd hebben zij denk ik 20 punten gescoord, dus dat is niet echt super goed. En soms hadden ze op een gegeven moment 5 punten voor. En ja, we moesten gewoon iedere keer kaart knokken. Dus op een gegeven moment in het vierde kwart, ik denk de laatste 5 minuten of zo, maakten we echt weer een run. En toen kwamen wij met 5 of zo voor. En het bleef steeds spannend. Maar uiteindelijk hebben we hem gewonnen en daar gaat het om. Maar het is gewoon zo sick eigenlijk hoe ik van
vorig jaar alles verliezen in de Europa Cup naar dit jaar gaan en alles winnen. En gewoon doorgaan naar de volgende ronde. Zo cool. En morgen ga ik met een teamgenootje. Zij is een blogger. Allemaal haar volgen, Sonja Oersoe. En zij wil foto's gaan maken voor haar blog. En heeft mij gevraagd of ik foto's van haar wil maken. Nou ja, no problem. Goedemiddag, ik zit in de auto en ik ben aan het wachten op een teamgenootje. Want zij wou dus foto's maken voor haar blog. En het is vandaag donderdag. We zijn vandaag vrij. En ik heb eigenlijk de hele dag gewoon schoongemaakt. En het is nu bijna 4:20. If you do this, we are looking at you. Oh, yeah. So that's bad because you always look at the camera. Oh, okay. We made some pictures, some nice pictures today. Yes. I'm gonna show you a little bit, just a little bit. A nice pic of Jen. Isn't Ooh. She cute? But afterwards, you have to wait till she will decide to put her picture. Mm-hmm. And now we're gonna drink some coffee. Yeah. Shit, but is this is not normal spot to walk, It's okay, right? Because I did this. Oh, but you're savage. And I'm not. So I'm gonna tell you. Oh, this coffee ziet er zo lekker uit. And then, what do you have? White peach tea. Mm-hmm. Yeah. En kijk hoe schattig dit cafeetje is. Yeah, girl. You go. Oh. So. Okay, I'm sorry. This is my damn tea. Okay, so we were talking about the game, right? Mm-hmm. I think we've got a little louder. Okay, so we were talking about the game. Do we have to go come closer? If you want. yeah. The third quarter. Yeah, so we were talking about the third quarter. It was... No, we kind of fucked it up in the third quarter. They came back strong. I mean, I kind of expected that in a way because it's a good team. Like, it's not like an average team. It's a good team. They have like good players, and eventually they had to like even though one of their players was injured. Still, yeah. They trying to come back and they fought for it, which is like good for them. Congratulations for them, but hey, we got the dub. I said that. Yeah, and but eventually we always proved that we are a team and we did our job. As like Cole said, defense is key. Yeah, as I was saying, I saw. Jen is supposed to do like a ramen challenge and but I think we need like 2 days off because my stomach is gonna hurt. Yeah. Yeah. It when feels do you like think we're gonna maybe before the Christmas one? But we have a game on the 16th and then we wanna travel like immediately from there. So we wanna come. We want to bullshit. She thinks she can make the program as she wants. You don't even receive the schedule for March for tomorrow. March. If we have 2 or 1 Texas. Oh, sorry. I thought I heard a song. Yeah, you said rap. You understand. A rap, not a rap. A rap. R A P. A rap, I like that. No, W-R-A-P. Yeah. Okay, so wij zitten nu in de mall and alweer. En ik kan echt niet wachten tot we naar huis gaan met kerst. Het is echt wel leuk hier, maar ik weet niet. Het is toch ook gewoon echt fijn om weer naar huis te gaan.
Ik zit nu in de auto terug naar huis. En we zijn even ergens geweest eten. Superleuk, allemaal superleuke dingen zitten erin. Ik ga even laten zien wat ik heb gekregen. Oh nee, ik kan het misschien eerst weer de box laten zien. Dit heb ik gekregen van Laura. Dat is een basketbal van een teamgenootje van mij. En dit is echt zo leuk. Allemaal foto's van de EK's die we samen hebben gehad. En ja, echt zo cute dat ze dit heeft gestuurd. Van die hamburgers, die snoephamburgers. Oh, geweldig. Dat heb ik dus gekregen. Echt zo leuk. En met al die foto's er ook in. Oh, deze foto. Oh. En that's it voor vandaag eigenlijk. En morgen komt het volgende. Jee. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En het is 7:20. Ik zal laat me gewoon bij dat gaan. Oké, ik ga zo mijn vlog online zetten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie of jou snel weer.